Yo bitches, what's Gucci? Het is weer tijd voor een nieuwe week in ons leven. Simone slaapt nog. Het is echt al 12:30. Ik heb ook fucking lekker uit slaap houden. Het was zo lekker om even een wekker te zetten. Jezus, ik ben aardig overbelicht. Of het is gewoon mijn huidskleur. Ik ga even wat eten. Water uitruimen. Simone moet even de was opvouwen en doen. Dat is weer zo mooi verdeeld, hè? Het is wel echt... Lekker weer. Dus misschien ga ik gewoon even eerst een peukje doen. Ik heb er een vriendinnetje bij trouwens. Wat er op de planning vandaag staat is veel te veel voor wat er nu nog kan. We zouden eigenlijk een muur gaan schilderen in de logeerkamer. Bed in elkaar zetten van de logeerkamer. En we moeten ook langs de IKEA om de spulletjes op te halen. Je kan zeg maar nu dingen bestellen en dan daar halen omdat de winkel natuurlijk gesloten is. Ik denk dat dit van zolang zoals leven niet gaat werken, want Simone slaapt nog. Maar ik wil eigenlijk gewoon sowieso nu even dat bed in elkaar. Ik vind het hartstikke gezellig naast Simone slapen hoor, maar het is gewoon even wel chill eigenlijk om apart te slapen, denk ik. Gewoon dat je nog eventjes je eigen space hebt, zeg maar. Dus ik wil eigenlijk wel gewoon dat het bed vandaag in elkaar is. En naar de IKEA moeten we sowieso, want daar hebben we een afspraak voor. Maar dat verven moet dan misschien toch maar morgen. Dit heeft Simone de moeder dus voor ons gekocht. 20-4. Dat is dus nog goed, toch? 19 april, fucking chill. Lekker man. Het ziet er natuurlijk echt totaal niet uit dit trouwens, maar goed. Ik kan echt niet wachten tot de eetkamerstoelen klaar zijn. En gewoon aan de eettafel kunnen eten. Super gezellig hier en zo. Maar liever zo. Zo, ja, ruikt trouwens die bloemen die ik van Jort en Lison heb gehad. Fucking lekker door het hele huis. Nog een verandering. Mijn vader heeft de gang afgeschilderd in het grijs. En dan hieronder, waarom praat ik deed het zo zacht in mijn huis? En hieronder dat rood, maar dat moet dus nog één keertje. Helemaal tot zo beneden. Dit is dan eigenlijk het laatste beetje zooi in dit huis. In deze huis. Wajow! In dit huis. Want dan gaat dat dan maandag afmaken en dan daarna gaat hij gewoon hier en in de keuken behangen. En dan is het eigenlijk gewoon klaar. Tenminste, absoluut niet. Want ik wil nog van alles aan de muur. Echt, de hele muur gaat vol. Daar wil mijn vader gelukkig ook bij helpen. Maar dan is het toch wel gewoon alles zijn eigen plekje geven. En zo, 3 kilo truffelmaaier in mijn bakkes. Ik ben dus heel erg benieuwd wat jullie vonden van de vorige vlog. En ik ben ook benieuwd hoe het vloggen gaat bevallen. Want ik vind vloggen eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind het leuk om terug te kijken, ik vind het leuk om te editen. Maar vloggen zelf vind ik gewoon heel erg kut. Je bent elke keer bezig met, oh kut, ik moet de camera pakken. Dus of dat überhaupt wil blijven doen. Want ik vind het wel gewoon heel erg leuk om later terug te kijken van, oh mijn god, ik woon er samen met mijn beste vriendin. En het is natuurlijk super leuk dat het beeld staat. Maar ik weet niet of ons leven nog boeiend genoeg is om dat daadwerkelijk te filmen. Laat even weten of jullie dat toch willen blijven zien. En anders gaan we gewoon een aparte video zeg maar, opmaken. Opnemen. Dat is ook best. Nu houdt het wel een beetje op. Het is 2:50. Vriendin. Het is al heel laat. Dan? Nou, 2:50. Oh, jippie. Eindelijk veel slapen. Ja, maar wij gaan die muur vandaag niet meer kunnen verven. Maar dat doen we morgen wel. Het enige wat je nog even doen is die was. Dan moeten we al naar de IKEA. Ja. Jerry komt zo even chillen. Dit is zo fucking grappig. Ik zou gewoon de hele dag laten kunnen kijken zo. Maar ik ga even open doen, dat is een soort zielig. Hoi, schat. Hey. Gaat het goed? Ja, met jou? Goed. Oh, wow. Oh ja. Ja, papa, we moeten alleen nog even één keer dat rood doen en dan is dit ook af. Cool. Ja, leuk hè? Ik ben een poikje doen. Ja. Simone, die heb ik net wakker moeten maken. Echt? Ja. Ja. Wat dan? Ja, die sliep nog! Ja, nee. Ja, hoezo? Ja. Ja, we waren zo moe gisteravond. Oh, wat dan? Ja, we lagen gewoon echt om 9:15 al op bed. En we waren gewoon zo kapot. We hebben best wel een heftige week gehad hoor. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik was ook om 12:00 of zo wakker. Maar toen heb ik nog wat dingen gedaan. Kijk maar hoe verplicht ik ben. Deze kamer is echt niet fijn of zo. Het lijkt alsof ik ziek ben. Mijn lippen zijn gewoon blauw. Ja, maar dat is het. Nee.
Lunchtijd. Lekker de tweede vlog te editen. Mijn zussen zijn hier. Die leeft ook eindelijk. Godverdomme. Wij zijn onderweg naar de IKEA. Dat was veel ophalen, maar we zijn nu dus... Oké, we zijn niet bang. We denken dat het goed komt. Maar we hebben een hele grote spiegel, of die überhaupt in de waggie past. Ja, ik denk dat ik hier tussen zou. Ja, het moet wel. Ja, het moet wel. Anders ga ik gewoon bovenop het dak zitten. Ja. We hadden zeg maar ook de auto van mijn vader mee kunnen nemen. Tenminste, dat neem ik aan van wel. Dus ik hoop echt niet dat het nodig is, want dan voel ik me ook echt zo sukkel. Ja, dat is ook zonde. Dus dat moet het, ja. Ja. Nee, maar... Kom. Dit vond ik hier naar hier is echt wel 1,50 toch? Ja, als ik hier ga liggen, dat past toch gewoon. Nee, ik ben namelijk 1,80. Oh ja. Dus... Oh, dan kan dat gewoon. Ja, dan kan het gewoon, joh. Kan ik sowieso wel. Het zou niet moeten kunnen dat dit niet kan. Nou ja, op zich natuurlijk wel. Dus bijvoorbeeld hier soms hun meubels zijn gemaakt op jouw auto. Nou, ik zou het wel heel raar vinden. Ik voel gewoon nog steeds die truffel mayo in mijn bek. Ik niet. Ik heb echt heel veel zin in sushi. We moeten zo meteen af en toe even kijken wat we willen. Ja, laten we dat straks hier even Jij hebt geen crunchje daar waar dat erop zit. Wel? Heb je dat wel? Ja, maar je hebt dat die crunchyroll waar ook de cruncher in zit. Maar je hebt gewoon crunchyrolls waar het maar op... Gewoon dat van die gebakken eitjes. Dat heb je met salm, maar dat heb je ook met... Heb je dat ook met salm? Ik vind dat ze kunnen even kijken. Oké. Ja, maar... Volgens mij niet namelijk. We hebben zelf ook gebakken uitjes, we kunnen het zelfs nog zelf opdonderen. Nee, maar dat is het niet. Het zijn geen gebakken uitjes. Oh, ik weet al wat jij bedoelt. Ja, dat heb je niet, hè. Nou, nee. We gaan gewoon even kijken. Het is hartstikke lekker daar, hoor. Dus rijden we naar Meidrecht. Hoi! Ja, dat is 1090-811-631. Nika Til. Nika? Ja, Nika Til. Ja. Oké, okay, mag naar boven rijden. P3 volgen, naam wordt geroepen als je orde klaar is kunnen bepalen. Oké, P3. Ja, top. Dank u. Oh, ik krijg een beetje oorsluiting. Waarheen? P3. P3. Wat een avontuur, joh! Ja, dat vind ik ook. Ik vind helemaal niks. P3, omhoog. P3 omhoog. Ja, dat is toch het enige wat ze kunnen. Ja. Oh, oh. Nou, niet dus. Nee, sorry. Lak. Oh, zei ze dat? Nee, maar dat staat erop. Nee, is niet gezegd naar welke we moeten rijden dan? Oh wacht, we denken dat we daarheen moeten. Nee. Ach, kut, sorry. Hebben we nou niet goed geluisterd? Nee, ze zijn gewoon P3. Oké. We kunnen terug luisteren. Ja. Nee, dus we moeten gewoon daarheen. Oh, toch? Ja. Je kan, ja, het heeft geen zin om ergens anders heen te gaan. Daar staan mensen. Oh, what the fuck? Oh, nu kunnen we hem gewoon hier parkeren. Wat doe je? Ja, daarheen denk ik. Vriendin, dat komt er gewoon zo? Ja, maar dat is tegen de richting in. Echt niet? Er staat letterlijk een pijl die kant op. Ja, maar niet uit. Maar niet uit, schat. Ik krijg een beetje een korstpollenaanval. Oh ja, ik zag op het internet dat het vandaag heel hoog was. Oh jezus, ik ruik het, voel het. Oké, maar hier horen wij toch niet dat onze naam wordt geroepen? Oh, Nico! Jawel, horen we. Nico! Ik doe sowieso even gewoon jou. Nee, nou, wacht. Ja, kut. Die spiegel kan niet over de breedte, toch? Nee. Dus die, ik moet echt achterin. Yeah. Okay. Ja. Oké. Oh. Je moet toch andersom? Oh, ik dacht zo. Nee, hij moet juist liggen. Ja, maar... Oké, okay, daar kan de hoek. Oh, het wordt toch wel even pissen. Oké, kom op. Proberen het even. Oké, okay, dat gaat pas. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Ja. Kijk. Dat ja, gaat. Dat raam moet even. Oké, okay, ja. Dat is goed. Zo. Dat is heel goed. Ja. Oh, maar hoe wil je deze doen dan? Hier zo. Oh. Hier is nog zat ruimte. Oh, maar ik moet natuurlijk ook nog zitten trouwens. Maar dan moet ik er nu al in. Snap je? Hoezo? Ja, maar ik kan niet op die hoofdsteun gaan zitten. Oeh! Kijk. Als ik een beetje pleasure wil, wel natuurlijk, maar... Nee, kut. Hoe gaan we dat doen dan? Oké, okay, ik weet het al. Die stoel kan namelijk best wel gewoon nog een beetje omhoog, hoor. Ja, dat kan wel. Ja? Ja. Ik zit... Auw! Ze is hier! Dat was net aan. Wel ongezellig zo. Wel een beetje. Oké, okay, we gaan ergens nu parkeren, sushi bestellen en there we go home. Ja. Zo, statisch.
Ja. Wat goed, wat fijn, hè? Oh. Ik zit hier. Oh. Oeh, je zit echt. Ik heb mijn wagen voor je laten. Nou, dat weer hebben getwijfeld. Dit kan easy peasy lemon squeezy. Hoe gaat dat lied eigenlijk? Gaat hij wel zo? Welke? Ach, ik heb mijn auto. Wagen volgeladen. Ik heb mijn. Ik probeer het na te zingen, maar ik weet niet eens meer, joh. Simone is zwaar verrast doordat haar monsterrollen, zo groot zijn. Dat het niet verwacht, want hè? What's in the name? Oh, tering lekker, ouwe. Zo jouw maki dingen ruiken zo lekker. Dat is echt het enige voordeel aan de coronatijd. Ik geef gewoon bijna geen geld uit. Dat is echt niet normaal. Dat was natuurlijk al een soort voorbereid dat ik niet zoveel geld uit kon geven. Maar blijkt dus dat al mijn geld gewoon weggaat aan... Weggaat aan eten, drinken, dansen. Dansen? Feestjes. Ja. Ja, jij hebt geld betaald om te dansen. Ja, werd ik maar betaald om te dansen. Dit raam, weet jullie nog het beeld in de eerste vlog als mijn vader van het spul aftrekt? En ik dacht, ja, waarom zou je dat spul erop doen? Heel lelijk. Maar het blijkt dus, als je hier zit, zie je gewoon met je zon vol in de bakkes. In de bakkes. Met je zon vol in de bakkes. Met je bakkes vol in de zon. Maar het is gewoon niet normaal, je ogen branden er gewoon uit. Je moet even wat verzinnen om daarvoor te doen, maar je kan ook gaan tv kijken. Nou, dan zit ik maar gewoon lekker hier, hè. Nou ja, trouwens, straks maakt het niet meer uit met eten, want dan zitten we gewoon aan de eettafel. Ja, nee, dat is wel aardig. We geven Temptation een tweede kans. Ik was dus helemaal enthousiast. Ik was na aflevering 1 letterlijk al gestopt, terwijl jullie weten het. Mijn kanaal zat vol met deze video's, het was echt mijn leven, maar ik had er niks van. Nu zou je weer verder aan het kijken. Dat, Mika? Ja, ik weet het niet. Ik geloof nu in de echte liefde. Ze moeten lekker wat wasjes gedraaid, lekker besmeren, gewoon strings vastgegrepen. Vette shit dat je bent. Wil je morgenochtend? Oh, lekker man. Simone en ik hebben de kledingkamer omgetoverd tot het casino. Want de kledingkamer zo decadent klinkt. Zo van, wij hebben echt niet normale kledingkast, we hebben een kledingkamer. Dus leuk als je gewoon zegt, even het casino opruimen. Kijk, was een rekje vol. Doe de meid even voor. Lekker simpie. Yo bitches, het is vandaag maandag. We gaan weer verder met de week. Simone slaapt nog, maar het is nu ook gewoon nog echt nog vroeg. Dus nu is het allemaal oké. We zijn gisteren natuurlijk helemaal niet toegekomen aan dingen die we wilden doen. Dus dat is vandaag wel de bedoeling. Ga verf halen om te verven. En de pep moet gewoon in elkaar. Dat is het gewoon vandaag moet gaan gebeuren. Met mijn moeder ga ik even een rolgordijn ophangen. Coming to the rescue. Wij gaan even verder met dit bed. Want die deur is nog steeds dicht. Dus we weten allemaal wie daar ligt. Maar gaan we hier even verder kijken. Ja, dit is hoe ver ik ben gekomen. Auntie! Alsjeblieft wel. Nee. Nee, wat dan? Nee, ja, in ieder geval, dit is het logeerbed. Hij kan er nog een klein stukje hierheen, want deze kast gaat maar tot hier open. Dus dan kan hij nog een stukje. Hier heb ik zeg maar wat spullen staan die ik eigenlijk niet nodig heb. Hoorder! En hier kan ik lekker mijn beddengoed in. Oh, heerlijk. Dit muurtje gaan we dus verven met schoolbordverf. Maar dat moeten we nog eventjes halen. En dan is de logeerkamer ook af. Heerlijk, er komt een einde aan. Er is een hoop veranderd bij binnenkomst. Er komt trouwens een nieuwe voordeur nog in, dus zonder zo'n smerig kattenluik. Sorry voor de kattenliefhebbers. Hier zo lekker mijn coole deurmat. En dan hier is het allemaal netjes geverfd. En kijk nou. Zo vet. En zie daar het bord.
Oh, ik ben hier zo blij mee. Echt heel erg leuk. Eindresultaat van de tafel en de stoelen journey. Wat super lang duurde, maar wat heel cool is geworden. Echt heel leuk zo. Ik kan niet wachten om het te zien met de blokjes behang ernaast. Mackie time met de girls. Oeh, van al het harde werken. Nou, ik vind dat wij het wel verdiend hebben hoor. Nou, Simone heeft ook gewoon gewerkt, als in echt gewerkt. Wij. Oh. Dat wij het wel verdiend hebben hoor, Simone. Ja, zo klonk het. Veel saus. Oh, wat lekker die geur. Wat is dit? Ja, ze hebben een andere. Ze hebben een andere label. Hoezo? Geen idee, wat lelijk. Dit is echt wat lelijk. Nee, maar dat is toch lelijk? Die andere, dat andere label is volgens mij al 100 jaar zo. Dit vind ik echt mayo. Ja, inderdaad. Vind je niet? Ik hoop maar niet dat dat het is. Nee, dat wordt niet goed. Het is schim. Godverdamme. Ja, kutzooi. Maar zijn die tomaten dan nog wel goed? Ja. Oké. Dus dat is wel een beetje balen. Ja, dat is wel. Oh nee, dus tomaten niet. Nee. Oh nee, gelukkig. Nou, ik heb dit geëdit en oh, even ook lekker op de laptop. Even lekker helemaal gezeten. We kunnen nu slippers uitnodigen in ons casino, want we hebben eindelijk een rolgordijn. Dus we kunnen hier gewoon nakend rondlopen. En nu gaan we koken. Welkom in mijn keuken. Wat hebben we? Veel ui. Echt veel te veel. Ja, maar dat blijft heel lang goed. Oké, mooi. We gaan wraps eten vanavond. Oh. Ook schimmel. Ze moeten het toch in de koelkast. Nee, maar dat kan toch niet zo. Nee, het is allemaal schimmel. Ja, dat kan. Nee, die bossenui is fucking lekker erin. Ja, maar doe het gewoon andere ui. Kan toch? Ja. Jezus. Hoezo? Ja, weet ik ook niet. Nou, misschien is het te warm hier in de keuken. Keuken. I'm Joyce Join. Ga jij snijden? Of ja, ga ik snijden? Goed. Ik ga wel snijden. Oké, ga ik een paprika doen. Wordt het ook weer gehakt. Paprika? Doen we ook gewoon die smoot erbij, maar ik ga het gewoon heel klein snijden. Ja, de schoe. Oh, kaas is wel fucking chill, man. Echt, hè? I love you, man. Heel lief, ja. Als we gewoon even naar de kutbos houden, kijk, had ze dat ook mee kunnen nemen. Ja. Gelukkig hebben we nog andere ui. It's all good. Ja, ja, bos zijn wel heel lekker hoor. Maar ja. Oh ja, oh nee, ik heb dus ook nog knoflook. Oh, nou ja, oké. Okay. Nou, doen we er ook gewoon een beetje knoflook. Kijk, dit is ook wel leuk. Ik heb gewoon deze flessen, hè? Ja, klopt. Kijk hoe cool het is. Oh, is dit goed? Genoeg? Nee, we doen net eentje ook. Nou, oh. Dit is super weinig. Klopt. Nou, okay. Niemand over vloer hoor. Nee, dat is waar. Kijk nou. Oh. Ja, dit is zo leuk. Zo leuk. Er is soep! Oh my god! Wat leuk! Ik vind het zo leuk aan de tafel. Jij wil geen bestek zeker. Oh nee, maar ja, je mag zitten waar je wil. Ik kan het ook overgeven. Oké. Okay. Morning, ik ben net terug van werk. Ik ga zo Simone even wakker maken, want het is zelf gevraagd gisteravond. Ik weet zeker dat ze er straks heel erg veel spijt van heeft. Mijn vader komt vandaag om te behangen. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Dit is gewoon, dit behang is al jaren mijn droom. En nou gaat beuren. Verder ga ik eventjes boven de logeerkamer een beetje klaarmaken. Een beetje stofzuigen dweilen. En dan vanmiddag weer werken. Vanavond ook. God, ben ik kapot. Zo, hier is een beetje alles leeggeruimd. Zodat mijn vader er goed bij kan. Hier komt dus ook het behang. En daarom. Nou, ik had gelijk trouwens. Simone was niet blij met haar keuze van gisteravond. 9 uur is veel te vroeg voor haar. Maar ik ga nu gewoon boven stofzuigen, dus helaas. Je gaat even stofzuigen, vriendin. Ik ga stofzuigen, goed? Mooi. En vanavond heeft ze haar eigen bed. Jee. Verschrikkelijk om naast me te slapen. Zo cool. Oh. En wat dat daar nog. Echt zo gaaf. Ik ben helemaal verliefd. Ik vind het altijd echt heel erg stinken. Maar stink je dan ook uit je bek? Want ik moet nu werken. Nou ja, straks. Maar ik heb ook niet echt zin om er stinkend rond te lopen. Dus moet ik gewoon de tosti eten. Ik heb zoveel zin om dat te maken. Buurman en buurman. Lekker soepie.
very nutritious. Volgens mij is het ook, er staat ook echt op met de smaak van kip. Er zit niet eens iets van kip in, niet eens kip extract. Nee, de smaak van kip. You go, guys. Oké. Ik ga lekker naar work, you work. Poepie, ik ga naar werk, ja? Oké, succes. Doei. Latha. Dank je. Ik ben eindelijk thuis. Serieus, ik heb gewoon koppijn van de honger. Ik zweer het. Ja, snap ik. Echt niet normaal. En ze komt mijn poepjes lekker aan het koken voor mij. Dit gaat goed. En ik heb een kaart. Ik heb dus ook een pakketje gekregen. Maar die is bij een PostNL locatie bezorgd. Maar ik weet niet eens wat het is. Ik heb oprecht geen enkel idee. En ik heb een kaart. Home is where the bra comes off. Nou, er gebeurt niet veel verschillend als dat gebeurt. Oh, wat lief. Van mijn moeders andere bestie. Echt? Ja. Oh, wat een poepies. Dat is echt zo lief. Wat een superleuke kaart. Kijk, dit is trouwens het groente. Ja, moeten we dat kleiner maken? Willen we dat? Nou, ik vind het groot. Ontiegelijke tering ben die hier, maar kijk nou naar de muur. Oké, alleen dat stukje dan nog. En hij is niet, hij, mijn vader, is niet aan de keuken toegekomen, maar hoe vet is dit? Oh my god. Zo gaaf. Lekker schat. Wat heb je gemaakt? Ja, rijst. Maar dat heb jij eigenlijk gemaakt. Ja. En gewoon wokgroente en kip. Ja, dat is zo... ja, jongens, we eten gewoon groenten. Ik ben zo fucking trots. We hebben het gewoon heel klein gemaakt. Dan is het gewoon beter. Oké. Even een divers hapje. Ja, dat probeer ik ook, ja. Dit glas staat zo in de weg. Nee, ik moet mijn arm goed naar mijn mond. Vriendin, die kip is helemaal niet taai. Wat goed. Holy shit. Ik heb hem gewoon gedaan. Wat zat echt stoer te doen met Gordon Ramsay waar ik kwam. Ik bedoel, jij bent Gordon Ramsay. Ja? Doe maar iets sowieso op. Heb ik al gedaan? Nee. Ja, echt. Schat, die kip is geweldig. Het is super lekker. Nou. Oh my god. Heb ik even geluk dat ik met haar samen woon. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Die week gaat echt traag, man. Ik was gisteren echt heel veel koppijn. Ik weet niet, ik denk gewoon iets te lang gewerkt en te weinig gegeten ervoor. We gaan gewoon weer beginnen. Het is 7:15 volgens mij. Ja, 7:50, ik moet zo gaan. Dan heb ik daarna nog een dienst. Dan ben ik als het goed is om 12:00 weer thuis. Kan ik even eten. En dan ga ik iemand inwerken. We hebben vanavond wel vrij, vooralsnog. Mijn vader gaat als het goed is. Vandaag verder met behang hier zo. Dat is ook wel heel fijn. Oh, het is zo vet. Echt vet, ja. Nou, maar goed, ik ga nu gewoon eten, want anders kom ik te laat. Ik ben thuis en vandaag is de dag eindelijk om, of zo. Nu is de dag om. En kijk nou. Hier moet nog een baantje gedaan worden, maar in principe als je zo kijkt. Fucking vet! En dit is natuurlijk weer aan het koken, hè? Nou, dat leek niet heel van harte. Wel hoor! Oké, schoen! Lekker een klein pilsje voor de dorst. Ja, dit werkt niet in de kom. Ja, maar ik heb geen andere kom, dus je zal moeten. Ja, het is wel lastig. Maar kijk, ik wilde een beslagkom kopen. Zei moeder, waar heb je een beslagkom voor nodig? Toen zei ik, ja, inderdaad. En toen hebben we het gewoon niet gedaan. Maar ik moet zeggen, de beslagkom die bij de Action te koop was, was even groot als die. Toen zei moeder, daar heb je niks aan. Oké, nou dan gaan we het zetten op het lijstje. Oké. Even heerlijk op het balkon, lekker feest met mijn vrienden. Maar Simone was dat begonnen aan de pannenkoekje. Trouwens, eigenlijk zouden we het samen doen. Dat is echt niet leuk voor mij. Kunnen jullie nog verder? Ja, oké, dat is waar. Lekker bord. Oh. Loopt ie? Hij loopt. Hallo Nika. Hier is Mika. Nika, Mika. En Stinky. En dan uit? Oh, aan de achterkant. Aan de achterkant? Dat rode knopje. Oh. Ja. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Uurtje kwart over één. Uurtje kwart over één. Ik heb gewoon net gekeken, het is kwart over één. Ik heb lekker gedweld en even de... Ik heb ook een klein beetje schoongemaakt, maar morgen ga ik me echt goed aanpakken. Ik wil het al de hele week, ik heb het veel te druk gehad. Simone slaapt nog. What a surprise.
Maar we gaan vanmiddag weer eventjes shoppen voor spulletjes. Ik heb dan zoiets van, moet ik er straks gaan wakker maken? Of ja, in principe wel gewoon, want we moeten gewoon best wel wat dingen doen. Voor nu probeer ik een serie te kijken, alleen ik ben zo'n ontiegelijke noob. Ik heb dus een smart tv, maar ik snap hier gewoon niks van. Ik weet niet eens hoe ik bij instellingen kom. Want blijkbaar doet het internet het niet of zo. Ja, wat is deze knop? Moet ik nu serieus een handleiding voor mijn tv gaan pakken? Dat vind ik echt naar. Ik bedoel, wat kan er nou moeilijk zijn? De noob gelukt. Ik ben Gilmore Girls aan het kijken. En hier lekker een mosterd soepie. En een broodje. Filet. Ja, ik heb nou een soort niks te doen. Dit is dus zo fucking chill. Ze hebben echt de... Nou, ik had het bij de klinker altijd mosterd soep. Want gigantisch. Het einde. Blijkt het gewoon een pak van Knorr te zijn. Maar ja, weet je. Helemaal best. Zo, zal ik heel gek doen met mijn boshuissnijden erin gooien? Nee. Mijn moeder gaat dus met deze stof de stoel bekleden. Ja, geweldig. Het is super lekker zacht stofje ook. En ik vind het super leuk zo bij zebra kleden. Ja. Zo, ik ga even in mijn eentje erop uit. Sim is net wakker. En Manon nu komt vanavond, dus we redden het eigenlijk niet meer om even een uitgebreide dag te shoppen te doen. Wel. Dus ik ga nu even naar de toko, want we hebben wel dingetjes nodig. En ik moet even wat ophalen bij de Hema. Ik heb een bestelling voor foto's en die moet opgehaald worden. Dan kan ik ook meteen even een nieuwe bestekset kopen. We hebben nu zeg maar van alles 4. En dat is gewoon te weinig. Want dan smeer je nog eens je broodje. Dan heb je s'avonds geen mensen met aan het eten, weet je wel. Dus die ga ik nog even halen. Het is gewoon even sneller als je dat dan in je eentje doet. Dat is ook niet zo erg boeiend of zo. Dan straks gaan we lekker koken. Lekker met Manon eten. Super veel zin in. Roadtrip! Goeie dag vandaag. Oh, wat boot shoppen. Een molton, nog een, nou die bestekset dus. Pasta, schep of zo. En ik had foto's besteld, maar die ga ik thuis even laten zien. Als het goed is dat heel erg leuk. Het idee was dat ik ze een beetje zou verknippen en leuk doen en dan op een prikbord prikken. Dus ik hoop dat mijn idee leuk is. En ik heb toch iets voor Simone gekocht. Want ja, ik weet niet waarom, maar ik vind dingen geven altijd heel erg leuk. En het is niet zo van, zij heeft mij iets gegeven, dus ik doe het ook. Maar zij heeft mij natuurlijk die Harry Potter mok gegeven. En ik vind het gewoon heel erg leuk als je je eigen mok in huis hebt. En toen zag ik deze en dacht ik, ja, dit is gewoon wel echt super cute. Kan je dit zien? Hoe doe je dit ook weer? Niet te zien. Gadver, ik spuug er gewoon. Eeuw. Staat, you're my favorite person in the universe. En dan, allemaal sterren en zo. Nee, nou, vond ik gewoon leuk. En ik hoop dat ze dat leuk vindt. Dat gaan we straks zien. Nu, volgas to house. Vandaag is het. 4:15. Oh, dat is top. Nou, mijn onkant is 4:30. Niet dat het uitmaakt of ik er ben of niet. Maar, dat is gewoon goed. Bijna. Nou ja, deze trouwens, ik heb niet eens wijn. Bier wieksen. Lekker man. Zo, maar yo. Over dit nummer gesproken. Ik zou dus met mijn moeder, mijn zusje en de nicht van mijn moeder en Lenny Kravitz gaan. Ja, ga je door, hè? Thank you, corona. Nou ja, ik bedoel, hallo. Er gaan natuurlijk gewoon mensen dood en zo. En mensen die hebben geen geld om eten te kopen. Dat is veel, veel erger. Veel erger. Maar ik vind ook, leed kun je niet beter. En dit is ook jammer, toch? Oké, camera out. Hoi schat! Hoi! Ik heb wat voor je! Nee! Ja? Jij je eigen mok? Nee, ik mijn eigen mok. Jij je eigen mok. Oh! Oh my god, dit is zo cute! Leuk is die, hè? Ja, ik zag hem, ik dacht ja. Jongens, kijk nou, ik heb een hele gevulde boodschappentas gekregen van mijn non en de zus. Zo lief! En kijk eens. Zou lekker uit kokerellen. Ga lekker hamburgers eten. Ik vind het zo leuk aan tafel eten. Ik vind het heel erg leuk. Lekker man. Goed gekookt voor meiden. Morning, het is vandaag zondag 26 april denk ik. Vanochtend is dus de vriezer geleverd. Maar toen lag ik nog in bed en het is echt super kut. Nou, ik moet niet zoveel zeiken op de ring, maar ik doe het toch. Ik heb nu die ringdoorbel en
Je krijgt dus een melding op je telefoon als de bel gaat. Maar niet als hij stil is. En s'nachts heb ik mijn telefoon natuurlijk gewoon stil. Dus ja, ze waren vanochtend om 8 uur, moet ik zeggen, het is zondag, dus doe even mak aan. Maar in ieder geval, ze komen morgen weer opnieuw opnemen, dus dat is heel fijn. Vandaag ga ik lekker keuken stoppen, want ik schrik daar al de hele week een soort dat ik denk van ik moet het doen, maar ik had geen tijd voor, dus ik wil het nu heel graag doen. Lekker de kasten opruimen, de koelkast opruimen, alles is gewoon even heel fris. Maar eerst ga ik even wat eten. Dus zodoende, Simone is eventjes een rondje lopen met haar moeder. Maar die komt later ook gewoon weer terug. Ik ben steeds zo blij met het cadeau van Manon Anouk. En trouwens was ook van een andere vriend. Zo lief. Lekker KitKat, pasta. Nou, ik had ook heel veel chips, maar dat hebben we al opgemaakt. Roze koeken. Oh, hier zijn die. Lekker drinken, wieksen, filet en eiersalade. Mijn god, ik ben zo ontiegelijk verwend. Simone dacht gewoon, er is hier geen plek meer. Dus laat ik de crackers lekker bij de vaatdoekjes neerleggen. Ik, nou, trouwens ben ik aan het doen, ik ga het toch straks opruimen. Wat ik eigenlijk ook vandaag wil doen, maar ik weet nog niet, nee, ja ik wil dat, maar misschien doe ik het wel morgen. Hier, daar is dus ook een heel groot voorraadhok en dat heeft mijn vader nu helemaal afgeschilderd. Zo, er staan hier dus nu ladders, maar in principe komt hier een vriezer, daarboven kan ik allemaal planken doen. Kan ik hier lekker de dweil neerzetten en de stofzuiger. Zo. Mijn beurtje. Dus al die schoonmaakspullen en vaatdoekjes wil ik eigenlijk gewoon netjes lekker hier. Ja, weet ik veel. Als je 12 tubes tandpasta in de aanbieding koopt bij de kruidvat, dat je dat gewoon lekker hier neerpleurt. Heerlijk. Maar goed, dan hebben we daar dus natuurlijk ook een plank vrij. Dus dat is echt ideaal. Lekker broodjes in de oven. Ga ik lekker met filet, rucola, ei en mayo. I'm living the life, baby. Godzomme. Ja, wel chill. En dan kan ik ook vanmiddag... Oh, ja. Nou, dat laat ik later wel zien. Ik ga eerst even eten maken. Mijn eieren zijn snotterig geworden. Dat, als ik iets smerig vind, is dat wel. Maar ik ga hier gewoon zoveel mayo erop doen, dat ik niet meer proef of het nou snot ei is of mayo. Oké, deze keuken moet schoon. Ik ga eerst uitruimen en de kastjes van binnen. Ja, ja, ja. Deze kast. Ja, dit is echt... Het is gewoon neerpleuren waar je... Maar, oh... Oké, okay, wacht. Ja, maar ik kan natuurlijk ook spullen in die andere kast doen. Dit komt helemaal goed. Ik verdien trouwens uiteraard geen enkel geld aan deze box, want er staat volop muziek aan. Maar dat maakt het tijd, ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Nou, hier brood, crackers, ontbijtgraan, dingen en zo. Oh, dan mag deze eigenlijk ook daarboven. Bedenk ik nu. Dan hier belegdingetjes en thee, pannenkoeken, dingen, weet je, ja, dit is nog een soort hele lege plank, dat is eigenlijk wel lekker. Hier potten, dingen, pasta, rijst en zo, alles voor aan het eten, soep, knakworsten, weet ik veel wat er allemaal staat. En dan hier de koek- en snoepplank. En dan hieronder een beetje voorraaddingen, ja, daar staat wat olie en heel, heel veel crackers. Aardappels, appelmoes, soep, ja, weet je, ja, nou, wat goed, oh heerlijk, hier word ik helemaal blij van. Ik heb dus, mijn broer had dit meegenomen uit Italië. Een soort limoncello ingredients ding. Is dat leuk op de deur? Of is dat een beetje van ja, hoezo? Ik zal het even met Simone bespreken straks, die heeft daar meer over voor. Ik bedoel, ik heb het hele huis zelf bedacht, maar gewoon met dit soort dingen vind ik het lastig. Oké, okay, nu de koelkast. Dat is ook een ontiegelijke bende. Het was op een gegeven moment gewoon proppen waar plek was. Maar dat gaan we even goed indelen nu. Wat ook niet gek is hoor, want het begint natuurlijk heel weinig boodschappen. Toen legde hij het een soort netjes en daar kwam er steeds meer bij. Maar nu hebben we eigenlijk wel een soort de basis. Oké, okay, blijkbaar gebruiken wij fucking veel sojasaus. Wie heeft dit nou? We wonen hier nog geen 2 weken. Of wel? Oh mijn god, we wonen hier vandaag 2 weken. Wow. Blijkbaar kan ik het helemaal niet heel veel netter maken. Maar goed, in ieder geval saus, dingen, een paar drankjes. En hier ook veel drinken, heel veel drinken. Vlees, groenten. Hallo? Wow, wat schrik! Hoi schat, hier beleg en daar kan nog meer dan. Ik ben lekker aan het opruimen. Oeh, goed, lekker. Kijk die kast eens.
Waar is de rest gebleven dan? Nee, ik heb het gewoon opgeruimd. Wow. Ja. Oh, scherp in de stijl. Scherp in de stijl. Nee, doe jij het maar. Ik wil niet. Zullen we meer van de strijd? Ja, ik wil het net zeggen. Nou ja, moeten we maar doen. Ja. Ik had lekker filet met ei en mayo en chocola. Ik had die ui nog voor je overhouden in een bakje. Dit is opgedaan. Ik heb het opgedaan. Dank je. Mooi. Ik ga hem door midden doen. Grillworst en filet. De volwassen dag in de vloggen zit. De keuken is schoon. Niet heel boeiend, maar nu ga ik de kast inruimen. En wat ik moet doen, ik heb hier dus planken, maar die kan ik zelf op eigen hoogte inzetten. Dat is eigenlijk wel heel ideaal. Moet ik even eens kijken wat ik daar precies allemaal hier wil hebben. Dus ik denk dat ik gewoon alle spullen in huis die ik in dit hok zou willen hierheen haal. Dan kan ik een beetje inschatten hoe wat. Dat ga je nooit geloven. Bloed, zweet en tranen. En het heeft me bijna mijn leven gekost. Maar de planken hangen. Er moet dus... Nee, ook vlog. Er moet iets van een krukje komen, want het is te hoog. En ik gebruikte een bierknat, maar doe dat niet. Nou ja, tenzij je nek wil breken natuurlijk. Dan moet je dat zeker doen. Nou, ik zal het even uitleggen. Ik heb hier lekker de boodschappentassen, de dweil, de emmers. Hier komt de vriezer onder. En ik hoop dus heel erg dat het past. Zeg maar, kijk, daaronder past sowieso. Of het in de breedte ook past. Zo niet, heb ik voor niks dit gedaan. Maar dat zien we morgen. De doekjes, de dweilen, de zemen en weet ik het allemaal. Hier lekker schoonmaakmiddel, wasmiddel. Hier handschoenen, keukenrol. Mooi toneel, weer stof en blik. En daarboven, 8 jaar voorraad aan stofzuigerzakken. Fun fact. Vorig jaar voor mijn verjaardag was ik dus al heel erg bezig met op mezelf aan de trip. Dus een stofzuiger voor mijn verjaardag gevraagd. En toen kreeg ik dat erbij. Maar toen was er nog helemaal geen plan of zo. Ik wilde het gewoon heel graag. Dus dat is heerlijk. Mijn vader zal niet heel blij met me zijn. Ik kreeg er één plank dus niet in. Want hij zat... Nee, wel. Ik kreeg hem er zeker in. Ik kreeg hem alleen maar uit. Hij zat dus gewoon klem tussen de muur. Dus er gebeurde gewoon niks. Ik heb eruit moeten halen. En hij is helemaal dit... Hij heeft dit helemaal dit hok opnieuw geschilderd, weet je wel. En ik heb die plank helemaal aan gort geslagen. Ja, ik ben een agressieve meid. Dat blijkt me weer. Wil ik graag eigenlijk nog, ga ik morgen mijn vader vragen, één plankje daar. Want kijk, ik heb dus nu dit soort zooi. Zeep en zo, wat ik dan zeg maar nu niet gebruik, maar gewoon op voorraad heb. En dat vind ik ook wel lekker om daar te hebben staan. Dus dat ga ik morgen even vragen. Je ziet trouwens wel maar hoe meer ruimte je hebt. Nee, wacht, hoe zeg ik dat? Hoe zeg ik dat eigenlijk? Je hebt meer... Nee, want kijk, bijvoorbeeld, alles wat nu in het hok staat, dat lag eerst hierin. Dat paste ook. Dus nu heb ik een heel hok voor die spullen, terwijl het hier ook prima lag. Ja, niet prima. Ik vond het absoluut niet prima, maar het paste wel. Oh ja, wat ik dus eigenlijk wil zeggen, jij hebt helemaal niet veel ruimte nodig. Maar het is wel lekker. Ik heb dus heel leuk allemaal kleine fotootjes bij de HEMA besteld. En het idee was dat ik die eigenlijk allemaal op een prikbord wilde prikken. Maar een prikbord is eigenlijk veel te klein voor al deze foto's. Dus nu ben ik van plan. Ik weet niet of het leuk is, maar om er dan een paar uit te kiezen. Nou, wordt dat natuurlijk al een soort lastig. Welke kies je dan? En de rest een soort collage te maken in deze twee lijsten. Maar eerst ga ik het gewoon neerleggen en kijken of het leuk is. Ik heb net allemaal fotootjes geknipt en hier een collage van gemaakt. Dat is heel leuk. En heb nog wel wat fotootjes over. En ik heb dan hier uitgekozen wat ik op het prikbord sowieso wil. Een beetje hoe ik het zou willen prikken. Maar natuurlijk niet helemaal vol, want het is de bedoeling dat ik er dingen bij kan prikken. Maar goed, ja. Leuk! En nu heb ik een kok in de keuken! Alweer! Ja, oh lekker, we gaan pokeball eten. Oh, je gaat het gewoon... Gaan we het aan de tafel gewoon in een bakje zelf doen? Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dat is goed. Jongens, we're living the life! Ook wat... Ja, maakt niet uit waar je gaat zitten, maar ik had zelfs de goede dingen aan jouw kant gezet. Oh, schat! Ja. Maar dat geeft niet. Oh, lekker man. Oh my god, bro! Blijf. Die mij doe gewoon zo eroverheen sprayen, soort. Ja, ik wil het gewoon van. No? Oké, ik doe het wel veel. Maar het is wel een soort. Er zit wat samen waar je is, hè? Oh, dus het is wel. Hij overheerst wel. Zo, die reis, vriendin, dat heb je echt fucking goed gedaan. Wel, hè? Ja. Ik ben heel blij met ons. Ik ben sowieso blij met ons. Los van het eten. Ja, ik ook.